zal nodig. Ridders! Wie zijn hier de goeie en wie de slechteriken? Ze zijn allemaal slecht! Wegwezen! Geef mij hier! De mensen op aarde zijn slecht. Ze bedenken alleen maar slechte dingen. Ik zal de mensen die ik geschapen heb wegvagen, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Ergens verstoppen. Red mij! Laat hem je lekker redden. Het was zijn idee om te spijbelen. Oh, nou je vond het anders een prima idee. Met je, oh wat is Boris leuk. Chris, moeten we dit wel doen? School begint al over een half uur. Jij hebt het eerste uur zelf werken. En ik heb een briefje van mama. Heb jij een briefje van je moeder? Kom op, relax. Maakt het wat uit? Chris, je was je lunch vergeten. Alweer. En toen ik het naar school wilde brengen, was je daar niet. Dus heb ik je met de GPS hier gevonden. Bij het skatepark die jij probeert binnen te komen voordat het open is. Giz, luister. We zijn even bezig. Hé, hey, Xenar. Ben je klaar? Echt wel. Wow. Hoi, Boris. Huh? Oh, Boris, ken je Joyce? Oh, hoi. Kom op, Xenar. Laat maar zien wat je kan. Hebben jullie skateboards raketten? Met die Nitro Boosters gaan mijn team volgende week het Waaghalstoernooi winnen. Ben jij cool genoeg om met ons mee te doen? Ja. Laat maar zien wat we moeten kunnen, Fenne. Deze video hebben we vorige week nog op straat gemaakt. Genoeg gezien. Nu eens zien wat jij kunt. Hey, Chris. Heb je even? We zijn zo terug. Dit is super, super gevaarlijk. Daarom heten ze ook de Skateboard Stunters. De allercoolste club van de stad. En ze willen mij erbij voor het Waaghalstoernooi. Waarom gaat er geen belletje rinkelen bij de woorden Stunters en Waaghals? Zie je dan niet dat die Boris gewelddadig is? Ik vind hem wel leuk. Superbook! Superbook zei dat we een groep mensen zouden ontmoeten die een verbond had gesloten met God. Nou, ik kan je vertellen, als er nog een groep mensen op aarde over is, dan niet in dit dorp. Ik zou jullie wel willen beschermen, maar... Chris, weet je wel waar je heen gaat? Als het maar hier vandaan is! Ik snap nog steeds niet waarom Superbook ons in een dorp neer laat komen waar iedereen elkaar aan het afslachten is. Nee, zeker niet als hij ons een man wil laten leren kennen die een verbond heeft gesloten met God. Jongens,
Volgens mij hebben we onze man gevonden. Maak een ark van pijnboomhout en bestrijk hem van binnen en van buiten met pek. Wat is een ark? Volgens mijn gegevens staat een ark in de Bijbel beschreven als een grote boot die Noach bouwde. De boot moet 150 meter lang worden, 25 meter breed en 15 meter hoog. Hij moet 3 verdiepingen hebben. Er moet een raam in de ark zitten en een deur aan de zijkant. Je moet een halve meter openlaten tussen het dak en de zijkanten. Ik laat een grote vloed over de aarde komen. Een watermassa die haar zal overspoelen om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen. Alles op aarde zal omkomen. Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij zult aan boord gaan met je zonen, je vrouw en je schoondochters. Het is je gewoon gelukt, Noach. Dat is een grote boot. Zeg dat wel, Joyce. Een hele grote boot die we hebben gebouwd terwijl er in de verste verte geen water te zien is. En bovendien geven mijn meters geen enkele neerslagverwachting aan. Gizmo, God zei dat hij een vloed zou creëren. Dus volgens mij zitten jouw metertjes ernaast. Ga nu met je hele gezin aan boord. Je bent voor mij van alle mensen de enige die rechtvaardig is. Neem van alle reine dieren 7 paar mee. Telkens een mannetje en een wijfje. Maar van alle dieren die onrein zijn, 1 paar. Wauw, moet je zien, zoveel. Ook van de vogels 7 paar. Om hun voortbestaan op aarde veilig te stellen. Wow, kijk nou jongens! Hopelijk hebben we genoeg ruimte voor al die dieren. Ja, en hopelijk zijn voor sommigen de ruimtes ook groot genoeg. Wow, wat is dat? Laat ze maar komen! 2 aan 2! Bijna volgeladen, maar nog steeds geen regen. Wauw! Zo ontzettend vet! Wauw! Wow. Het is niet te geloven. Hoe is het mogelijk dat ze er allemaal in passen?
Noach, hoe is al die ruzie ontstaan? En denk je dat God boos is op echt iedereen? Ik weet niet of boos wel helemaal het juiste woord is. Volgens mij is God eerder teleurgesteld. Het lijkt of stap voor stap de mensen kwaad en geweld heeft omarmd. En nu alleen dat nog over is. Alleen Noach heeft Gods zegen ontvangen. Maar alle anderen... Schat. Wauw, dat was de coolste wildwaterbaan ooit. Chris, we zijn hier niet in een of ander pretpark. Zie je het dan niet? Al die dieren, Noach's familie en wij. Verder is alles weg. Het gaat dus over die vriend van je? Boris, ja. Ik dacht dat ik vrienden wilde worden. Zijn zoals hij. Hij doet alsof regels niet voor hem gelden. Alsof hij en zijn vrienden speciaal zijn, snap je? Dat klinkt aantrekkelijk, lijkt me zo.
En spannend. Een beetje gevaarlijk. Gevaarlijk in ieder geval. Weet je nog wat je toen voelde? Dat gevoel dat zei, ik weet heus dat wat ik doe fout is. Ja. Uiteindelijk luister je niet meer naar die stem. Je maakt dus een verkeerde keuze, dan een egoïstische beslissing, zoals die vriend. En zoals die mensen hier buiten. Het kon ze niet schelen. En voor ze het wisten, leefden ze niet meer het leven dat God voor ze had bedacht. Dus uiteindelijk verloren ze daar alles door. Ben ik zoals zij? Is het al te laat voor mij? Nee, Chris. Want jij vraagt het je nog altijd af. God verlaat niet diegenen die voor hem proberen te leven. Nachten alleen maar regen. En stieren! Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren. En het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. Langzaam stroomde het water weg van de aarde. Na 150 dagen was het zo ver gezakt dat de ark vastliep op de Araratbergen. Het water zakte nog verder. Op de eerste dag van de 10e maand waren de toppen van de bergen weer te zien. Na 40 dagen opende Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht en liet een raaf los. De raaf bleef heen en weer vliegen totdat de aarde drooggevallen was. Daarna liet hij een duif los om te zien of het water al weggestroomd was van de akkers. Maar de duif vond nergens een plek om te rusten. Overal was nog water. Ze vloog terug naar de boot. Noach stak zijn hand uit en haalde haar weer binnen. Anders past het sowieso nooit. Chris? Waar ben jij nou mee bezig? Chris, Joyce. Ik wil eindelijk van deze boot af. Weet je wat het probleem is met die vogels die Noach naar land laat zoeken? Dat ze dat niet vinden? Inderdaad. Omdat Noach ze erop uitstuurt zonder de juiste uitrusting. Maar nu niet meer. Deze vogel heb ik uitgerust met een infrarood kaartsysteem in een bril. Lezen zich, een warmteschild op zonne-energie, 6 weken eten en met een paraplu. En met dit high-tech ontdekkingsreispakket heeft hij zo land gevonden. En hij heeft ook een parachute. Je idee komt niet echt van de grond, Gizmo. En trouwens, Noach heeft de duif alweer losgelaten. Volgens mij weet hij wel wat hij doet. Tenslotte de aarde droog viel. Ga van boord met je vrouw, je zonen en je schoondochters.
Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan. Vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken. Zolang de aarde bestaat, zal er gezaaid worden en geoogst. Zal er kou en hitte zijn, zomer en winter, dag en nacht. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is een teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. Als de regenboog zichtbaar wordt, zal ik denken aan het verbond met jullie en met alle andere levende wezens. Nooit zal er meer een watervloed komen die alles wat leeft weg zal vagen. Superboek! Oh, eindelijk! Ik ga nooit meer mee op cruise! En? Ga je nou meedoen of niet? Nee. Wat? Je hoorde me toch? En als ik even mag? Ik kom te laat op school. Ik ook. Ik hoef niet naar school. Maar ik heb heus nog wel allerlei belangrijke dingen te doen. Oh, reken maar. Ik heb echt zoveel te doen en niks ervan met jou. Oké, ga maar. Maar denk niet dat je terug kunt komen. Want de skateboardstunters doen niet aan tweede kansen. Wat vond ik toch ooit zo leuk aan hem? Hij is niet zo cool als hij zelf denkt. Klopt. Je weet dat we na moeten blijven voor het spijbelen, hè? Dat valt nog wel mee. We hebben nu gezien hoe het nog veel erger kan. Maar God kan alles weer nieuw maken. Samen reizend dwars door de geschiedenis. Stap voor stap te ontdekken wat de betekenis.
achter het mysterie is. Gods woord vormt de spiegel. Voor wie het maar horen wil, is het eeuwige woord. Het woord voor iedereen. De waarheid die in ons leeft, is het woord dat straalt. Het hemelse kracht, dat God jou uit zijn liefde geeft. Dus ga mee op reis. Superbook! Hosanna, Hosanna, the word Superbook! Hosanna, Hosanna, the word Superbook!